Woningcorporaties komen steeds sneller in actie als huurders een huurachterstand hebben. Vaak gaan ze al na één gemiste betaling kijken of ze een huurder met financiële problemen kunnen helpen. En dat werkt. Het aantal huurders dat uit huis wordt gezet is afgelopen jaar met 14% gedaald. Tot minder dan 5000 gevallen. En toch waarschuwen de corporaties. Monique is best precies. Ook met haar huishoudboekje. Toch ging er iets mis met de financiën. Door mijn scheiding moest ik een uitkering aanvragen. En de uitkering duurde wat langer als dat ik dacht. Ja, we moesten ook eten. En daar heb ik voor gekozen. We gaan heel vroeg in een huurachterstand op huisbezoek. Om te kijken of er oplossingen zijn voor een huurachterstand. Wij weten als het inkomen laag is, dat het heel moeilijk is om 2 maanden huurachterstand te overkomen. De woningstichting kwam aan de deur. En toen heb ik alles uitgelegd. Ik heb alles laten zien, want ik heb alles netjes in mijn boekje staan. En een regeling getroffen. Elena en Monique kunnen blijven. Als huur niet betaald wordt, duidt dat vaak op een groter probleem. Verslaving bijvoorbeeld. Als het probleem begint, uiteindelijk na een maand of 2 maanden de politie moet bellen om in te grijpen. En we willen liever na 2 dagen met een zorgverlener, met een hulpverlener aanbellen om te kijken wat we kunnen doen. En waarom kan dat niet? Daar staan privacywetgeving en andere wet- en regelgeving in de weg. Die privacywetgeving moet soepeler, vinden de Nederlandse woningbouwcorporaties. Zodat ze beter kunnen samenwerken met zorgverleners. Wat je ziet nu is dat steeds meer verwarde personen komen. Steeds meer mensen in gewone woningen wonen met problemen. En die trend die is in heel Nederland zichtbaar en daar hebben corporaties wel zorg over. Corporaties zijn bang dat als er niks verandert, het aantal uitzettingen straks weer toeneemt. En daar weet Monique alles van. Wat gebeurt er dan? Ja, dan heb je niks. En wel 2 kinderen.